Beginners is echt een van mijn favoriete films, omdat ik kan hem ook echt heel vaak zien. Je volgt een man, een jonge man, die net zijn vader heeft verloren en eigenlijk verliefd wordt. Hij wordt niet alleen verliefd, hij probeert ook heel heftig om verliefd te blijven. En je volgt dat, terwijl je de hele tijd de flashbacks van het overlijden van zijn vader er doorheen ziet. En niet alleen het overlijden van zijn vader, maar zijn vader komt uit de kast nadat hij heel veel jaar met zijn moeder is getrouwd geweest. My parents got married in 1955. They had a child and they stayed married for 44 years until my mother died. 6 months later, my father told me he was gay. I'm gay. I remember him wearing a purple sweater when he told me this, but actually he wore a robe. I'm gay. Beginners is een film van Mike Mills. Mega fan van Mike Mills. Hij portretteert heel mooi generaties. Hij doet het zo liefdevol en met zoveel humor en zo precair. En tegelijkertijd zoveel diepgang en zwaarte. Ik denk dat je gewoon deze film echt moet kijken, omdat het wordt je nieuwe lievelingsfilm. Voor iedereen zit er wat in waar je je mee kan verbinden. Het is zo sympathiek en zo liefdevol. En tegelijkertijd, er zitten ook heel veel zware thema's in, maar nooit dat je emotioneel helemaal uitgeput raakt. Het is altijd, het blijft iets opliftends hebben en het is zo het leven.